Vandaag mogen onze Instagram-volgers alles bepalen wat wij doen. Bij iedere keuze die gemaakt moet worden, gooien wij een poll in onze story. Het antwoord met de meeste stemmen moeten wij uitvoeren. Ik weet alleen niet wat wij verkeerd doen, maar op de een of andere manier vonden jullie het heel leuk om het ons lekker oncomfortabel te maken vandaag. Ik heb echt geen zin in. Ja, verdorie. Nou, ik hoop dat we dit overleven. We hebben vandaag niet ontbeten, dus we beginnen de dag met lunchen. En jullie mochten stemmen op gezond of ongezond lunchen. En jullie stemmen op ongezond lunchen. Dankjewel. Jullie houden van ons. Thanks. Ja. Nou, dan weten we ook weer waar we staan. De volgende vraag was of we dan naar de McDonald's moesten gaan of naar de Burger King. En jullie willen dat wij naar de McDonald's gaan. Dus dan gaan we maar naar de McDonald's, denk ik. Lekker de dag beginnen met McDonald's. Yay! We zitten lekker in de auto en we zijn van plan om naar de McDonald's te gaan. Maar eigenlijk moeten jullie ook bepalen op wat voor manier we naar de McDonald's gaan. Dus daarom maak ik even een foto van Sof. Oké. Okay. Ik hoop echt dat jullie met de auto gaan zeggen, want ik zweer het. Ik heb zo geen zin om met de fiets te gaan. Luister, iedereen vindt het altijd leuk om ons te naaien en te zien dat we lijden. Dus mensen gaan sowieso op fiets stemmen. 100%! Ik ken jullie langer dan vandaag. Jullie gaan sowieso op fiets stemmen. Kijk hoe hard het regent. Ik heb hier echt geen zin in. Ik heb de story erin gezet. Dus het is heel even afwachten wat jullie gaan zeggen. Ik ga even een dutje doen. Ik zie jullie zo weer. Oh, ik hoop echt auto. Ik heb zo geen zin om te fietsen. Jullie mogen ook nog bepalen dat wij zo meteen bij de McDonald's gaan eten. Dus dat is ook nog heel erg spannend. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Oh nee, oké. Begin maar met het goede nieuws. Het goede nieuws is, er is gestemd. Oh nee, ja, slechte nieuws. Het slechte nieuws is, we mogen met de fiets. Fiets. Ja, tuurlijk. Ik weet ook niet of ik twee fietsen heb, dus misschien moeten we op één fiets gaan proppen. Oh, dan moet ik ook nog eens voorop bij jou. Wie zegt dat ik... Moet ik gaan fietsen? Oh! Ja, op naar die rondfiets. Ik pak de fiets alweer. Ik heb hier echt geen zin in. Ja, verdorie. Ik heb aan jullie gevraagd of wij een regenjas aan mogen trekken, want het regent buiten. We hebben letterlijk een auto op de oprit staan en dan gaan we fietsen. Ja, en de band schijnt lekker, dus die moeten we misschien ook nog even gaan opwonden. Ja, chill. Maar ja, een regenjas zou wel chill zijn. Dat gaan ze sowieso niet gunnen. Ja. Op zijn minst een regenjas. Kom op. Oké, stiekem hadden we wel een beetje gehoopt dat we hier werden gegund, maar nee. Hier werden we ook niet gegund. Dus we gaan lekker fietsen zonder regenjas. Meestal nu wel vol. Ja. Zo. Nou, wij kunnen even trekken. Dit is ook heel chill. We hebben maar één fiets. Dus één van ons moet lekker hard gaan fietsen. En de andere mag chillen ook niet echt, want het regent. Nou, het is wel veel meer chillen dan dat je moet fietsen. Ja. Eigenlijk moeten we ook even vragen wie er moet fietsen. Ja, toch? Ja, eigenlijk wel. Ik ga even jullie vragen wie er moet fietsen. Wie wordt de gelukkige? Wie mag er lekker gaan fietsen? Nee, ben jij het? Ja, ga maar zitten, ik ga fietsen. Daar gaan we. Ik heb trek. Oké, jullie gunnen ons niet, maar het weer ons tenminste wel. Want het is net gestopt met regenen. We mochten van jullie geen poncho aan. Maar gelukkig regent het lekker niet meer. Dus de hele vraag is onrelevant. Ik had helemaal geen poncho nodig. Het is nu een stuk minder erg om te fietsen, denk ik, hè? Nou, jawel, want je bent echt heel zwaar. Oh. Echt oprecht heel zwaar. Echt? Ja. Ik word zo meteen alleen nog maar zwaarder, want we gaan naar de McDonald's. Heb jij lang niet gefietst? Ja. Wanneer heb ik voor het laatst gefietst? Echt lang geleden. Oh, de laatste keer dat ik heb gefietst is sowieso 2 maanden geleden of zo. Terwijl we onderweg waren naar de McDonald's, konden jullie stemmen of dat we burgers of fingerfood moesten bestellen. Maxime hield het niet meer. Ja, weet je hoe hoog deze heuvel is? Ja, ik snap het wel hoor. Die banden zijn echt slecht hè, deze fiets is 12 jaar oud. Dan komt weer een lekker heuveltje aan. Ja, ik haal dat niet. Ik blijf lekker zitten hoor. Ik ga er vanaf. Ja. Ah. Nou, één voordeel. Doei. We zijn wel lekker bezig. Nee. ik stap toch aan voor jou. Oh. Ik wil verlopen. Ik haat fietsen. Ja, we zijn inderdaad wel gezond bezig, net voordat we een burgertje of iets anders gaan chappen. Huh? Jij fietst niet! Ik heb net keihard moeten rennen, ja! Nee, Sophie. Oké, sorry, ja, je hebt gelijk. Jij hebt het echt veel zwaarder dan ik. Zal ik terugfietsen zometeen? Nou, dat moeten we vragen, want misschien moet ik wel weer, hè? Ze gaan jou echt niet gunnen. Nee, denk ik ook niet. Na 100 jaar, eindelijk gearriveerd bij de magere dommel. Ik heb honger. Maar niet in burgers. Oh ja, dat is ook leuk. Er is gestemd op burgers.
geen fingerfood. Dus helaas, we moeten ook nog eens burgers gaan chappen. Ik dacht echt, jullie zijn lieve volgers, leuke mensen. Gunnen ons ook eens een keer een leuke dag. Maar nee hoor. Sta je dan bij de McDonald's? Ik neem nooit burgers, wat is lekker? Niks. Persoonlijk vind ik niks heel lekker. Nou oké, deze is... Die Old Amsterdam is oprecht best wel prima. Voor mijn stelling, 2 keer een Old Amsterdam burgertje. Ik had niet verwacht dat ik ooit echt blij zou zijn met McDonald's, maar ik heb eigenlijk best wel gewoon trek. Dit is gewoon die vieze zweetkaas. Nee, dit is gewoon Old Amsterdam kaas. Ja, maar het is gewoon kaas met vocht erop. Dat is echt van het zweetkaas. Ja, vind je het gek, een broodje is warm, dan wordt het toch vochtig. Ja, maar ik vind het toch gewoon smerig uitzien, oké. En? Prima. Ja? Prima. Gooien. Ik weet niet of dit mijn favoriete lunch is, maar het is ook niet vreselijk. Heb jij misschien nog zin in een toetje of zo? We moeten wel vragen of we McFlurry mogen eten. Ja, zullen we vragen, mogen we McFlurry? En dan ja of nee? Ja. Ik ga van jullie vragen of we McFlurry mogen eten. Gun ons even 1 keer. Dit gaan ze wel gunnen hoor. Ik ken ze, dit gaan ze wel gunnen. Manifesteren. Manifesteren deze hele burger, schat. Zoals je ziet hebben we de burgers opgegeten, dus we gaan door naar een... Waarom schreeuwt iedereen hier zo flink? Ik heb even als vraag aan jullie gesteld wat voor activiteit we gaan doen. Jullie kunnen kiezen uit bowlen of schaatsen. Waar heb je eigenlijk meer zin in? Allebei. Ik heb allebei wel zin in. Ja, ik ook. Misschien ietsje meer in schaatsen. Ik vind allebei ook leuk. Ja. Ik heb ontzettend goed nieuws. Wat? We mogen mijn McFlurry halen. Dat ben je niet. Nou, kom, let's go. Oké. Ik mix die voor mij even snel bij elkaar. Ik neem M&M's met caramel saus. Wat is celebrations? Oh, dat is allemaal verschillende. Ja, doe die maar. Met karamel. Kijk gewoon even dit weer. Het is echt verschrikkelijk vandaag. Ja, het wordt nu de vraag, gaan we de McFlurry binnen of buiten eten? Ja, binnen? Ja, dat mag je helemaal niet bepalen, dat moeten we vragen. Nee. Ja, we hebben net al de keuze gehad om onze burger lekker binnen op te eten. Ik vind wel dat we moeten vragen, jongens, McFlurry, binnen of buiten? Regent het? Ja, kijk, het regent. Iedereen gaat natuurlijk stemmen voor buiten. Ja. De McFlurry's die zijn al gearriveerd, maar wat is nu de tussenstand? Ja, wat denk je zelf? Nee. Ja, buiten. Ja. Sorry, maar het regent. Het regent steeds harder ook. Ik ben er een idioot voor woorden dat je met je meisje naar buiten gaat zitten. Wat, het is ook nat. Kijk even, jongens, kijk even die stoelen. Die zijn gewoon drijf en drijf nat. Ik ga even buiten eten. Heb je al een lekker plekje gevonden? Nou, ik zeg hier. Mooie plek hoor. Ik haat jullie. Oh nee, ik wil hier niet op zitten. Het is heel koud. Nou. Het is ijskoud. Hi. Hey. Mensen kijken zo raar. Mensen kijken echt van wat zijn dit voor rare idioten met een camera aan buiten zitten met een McFlurry. Just enjoying my life. At the McDonald's outside. Life can be better right now. Allemaal door jullie. Dankzij jullie mogen wij dit allemaal doen. Thank you guys. Het is totaal niet koud. Hey, dit blijft in ieder geval wel langer bevroren, het ijsje. Dank jullie wel, jongens. Hier, ben jij ook al ziek te worden op buiten zit. En toen was het weer tijd om naar huis te fietsen. En wie mocht er naar huis fietsen? Ikke. Nice. Jullie hebben massaal gestemd dat Sophie mocht gaan fietsen. Hè? Ik had eigenlijk echt verwacht dat ze jou weer gingen stemmen. Gewoon omdat het weer kut is. Sophie mag gaan fietsen. Yes. Ik dank jullie allen voor het stemmen op Sophie voor het fietsen. Op naar de sterren, daar voorbij. Oh, waar een fiets? I know, ik durf het niet. Waar een fiets te zo? Ik twijfel of het leuker is om te fietsen of om hiervoor te zitten bij jou. Doodeng. Snel onderweg naar huis, want jullie hadden gekozen voor schaatsen. Wij gaan even onze schaatsspullen halen en dan gaan we onderweg naar de schaatsbaan. Yeah! Er komt alleen wel de heuvel aan. Ga jij dit doen? Oh, dat vind ik heel erg eng. Oh, zo, gearriveerd. We zijn hier al aangekomen. Wat is er mis met deze deur? Hij gaat gewoon niet dicht. Er zit toch maar 1 ding op, dames en heren. Dat deed echt zo niks. Dat is toch helemaal nergens op wat je net deed. Nou, wacht, let jij even op. 3, 2, 1. Oeh! Kut. Wat was dat? Ja, dat ding is... Je voet klapte. Nee, dat is heel glad. Ik trap echt hard, hè.
vraagt zich vast af, waar zit jij? Achter het schot. Oh, wacht, ik zie ze. Ik heb dus vroeger op schaatsen gezeten, dus ik heb allemaal schaatsspullen. Alleen, ja, ik doe dat al jaren niet meer. Zo vaak schaats ik dus nooit. Ik heb hem gevonden. De microfoon van de camera stond uit, maar we vertelden hier dat we onderweg waren naar de schaatsbaan. Zo, we gaan even lekker schaatsen. We zagen al dat het heel druk was, dus wij hebben heel veel geluk. Oh, even kaartjes kopen. Wij hebben even niet nagedacht. Het is echt kapot druk hier, want het is toch vakantie. Ja, dat wist ik dus helemaal niet. Nee, dat was ik ook even vergeten. We gaan ervan maken wat we ervan kunnen maken. We zijn hier nu ongeveer een half uur. Hierachter is de schaatsbaan. En die wordt nu dus helemaal glad gemaakt. Dus dat duurt altijd een uur. Oh, we mogen er weer op. Oh, wat een chaos. Eerste stap op het ijs. Hoi, Jordi. Ik heb dus een vies handbeet. Kijk, we gaan heel hard. We zitten even aan de zijkant. En ik heb net weer een nieuwe story gepost. Oh. Met de vraag. Moeten wij een wedstrijdje schaatsen tegen elkaar doen? Nou, nu ben jij dan nou, super goed op schaatsen. Wie zou dat nou gaan winnen? Ik heb geen idee. De beestjes hebben gelden. Jij moet een wedstrijdje tegen mij gaan doen. Yes! Je moet dus een pirouetje gaan maken. De beste die je hebt. Een pirouetje. Nee. Dus dat is gewoon zo'n draaitje, weet je wel. Ja, nee, dat komt helemaal goed, joh. Dat komt helemaal goed. Op die prachtige schaatsen. Let's go. Kom op, iets meer effort. Ja hoor. Ja, ik voel me heel slecht. Ja. Hou me toch in je kopje hoor. Mijn vrouw heeft 5 jaar kunstschaten gedeten. Het was wel echt gewoon niet schaatsen, was toch gewoon heel slecht. Oké, maar ja, stage is yours. Pak ik de take 2. In mijn hoofd voor zien en vandaag doen een draaitje. Ja. Mag ik? Ja. Oké. Ik heb ook publiek. Ja! Dit maakt het ook totaal niet meer ongemakkelijk voor mij. Dankjewel. Challenge nummer 2 is schaatsen, maar dan bukkend. Hoe noem je dat? Laag schaatsen? Zitten. Ja, gewoon zitten. Ja. Ik zou wel even een aanloopje nemen, persoonlijk. Ja, de vaart, dat zit er wel in hoor, dat kan ik wel. Ja. Oké, okay, die gaan we even opnieuw doen. Ik had iets meer vaart nodig. Die ging diep hoor. Ja. Ja, ik vond het oprecht nog best goed. Ja, je had nee, ja, het was stabiel. Ja? Ik viel niet. Ik geef deze een 6,5. Oh, nou, nu komt het echte voorbeeld. 1 been, 2 benen, 5 benen, 8, 24. Dat kan ik dan weer niet. Oké, 1. Oh, kan dat? Kan je dat? Ik weet niet of het nog kan, maar dat wordt altijd leuk, hè? Want als je valt, is de video leuker. Voor de views. Nou, daar komt ze. Ja, 10. Echt een dikke 10. En mag ik nog een keer? Ja. Ik voel me nu cringe, dat wij zag er echt niet uit. Hey, opwarming. Die eindpose. I know. Een elf. Ja. Ach, koud. Hè? Ja, shit. Ja. Als je gaat iemand wel op zijn bek. Nou, niet ik. Ja, niet jij, maar nu. Niet mij. Oké, ik zit in een stoeltje. Gaan we de jatten? Ja. Een stoel gejat. Weg even een stoel gejat. Sophie gaat ineens een stuk sneller dan net. Mag ik zitten? Wat gaan we doen? Dat gaan we doen! Holy shit! Wat? Mag ik ze niet thuis nog maken, dan moet je daarna lopen. Ja, dat is een leuke vraag. Oké. Jij bent echt een Oh, ik denk een compliment. Slecht nieuws voor jou. Wat?
wat? Mensen willen dat jij duizend gemaakt gaat worden en even een stukje gaat schaatsen. Mensen willen gewoon mijn hele dag verzieken. Iedereen wil het laten zien. Oh. Are you ready? Ik ga proberen mezelf vast te houden. Iedereen moet ik Oké. Ik ben blijven staan, holy shit. Oh, we moeten die stoel terugbrengen. Oh, de stoel. Oh. Jij mag mij niet, hè? Jij hebt wat tegen mij. Herres. Wil je even zitten op de stoel? Inderdaad. Ik denk dat dit het schaam. Zei je? Je moet niet achter je kijken, Het was inmiddels tijd om te gaan eten, dus we vroegen aan jullie of we zelf eten moesten koken of bestellen. We zitten weer in de auto en het is al best wel laat, dus we moeten eigenlijk gaan avondeten. Nu heb ik zelf niet echt bepaald trek. Ik heb ook echt geen trek, maar we moeten wel even wat eten, want het enige wat we hebben gegeten vandaag is McDonald's. Ja, dat is eigenlijk niet heel goed. Het wordt wel tijd om iets te gaan eten. Maar ik heb net even een story gemaakt en jullie konden kiezen uit bestellen of zelf koken. En de meerderheid... heeft gestemd op bestellen. Chill. Dus, dan hoef je niet zelf te koken. Daar ben ik wel even heel erg blij mee. Maar wat gaan we bestellen? Oké, al zou ik iets moeten eten, zou ik het liefst sushi willen eten. Jij? Ook wel sushi, alleen dat heb ik een paar dagen geleden op. Ik heb persoonlijk wel zin in Grieks, want dat heb ik heel lang niet meer gegeten. Ja, we kunnen wel even vragen wat jullie willen. En dan... dan mogen jullie beslissen waar we gaan eten. Dan rijden we even door. Dan gaan we even naar het restaurant toe rijden. Ja, we gaan even de story posten en dan ben ik benieuwd wat eruit komt. Yes! Wat zouden jullie toch gestemd hebben? Het zal vast en zeker geen sushi zijn. Oh, ik ben jullie zo dankbaar dat jullie op sushi hebben gestemd. We hebben net een bestelling gedaan. En eigenlijk kregen we ineens best wel veel trek. Ja, we hebben volgens mij voor 2 tot 3 personen gedaan. Hey, ik heb een troon. Ik ga hier even lekker zo... mijn stoel is iets minder, maar... Je hebt niks te klagen, want hierachter staat een stoeltje. Zal ik daar even op gaan zitten? Doe. Dit gaat sowieso goed. Dit is een heel slim idee. Zit je? Nee. Hier wil ik zitten. Nou, daar is toch niks mis mee? Hoeveel voor deze stoel? Ja, ik zou er zelf afgaan, want straks gaat het fout. Oh ja, kom maar hierheen, want we gaan naar huis. Ik heb trek. Ik ook. Wat zit er allemaal in? Kijk eens. Ik rammel! We zijn zo verwend ineens. Snel, naar huis. Kom op. Rennen. Lopen. Kom op. We kunnen eten. Sushi. We hebben zoveel. We hebben echt veel. We hebben een beetje overdreven, denk ik. Nee, dat komt goed. Gaan we het met stokjes of gaan we het met vork eten? Stokjes? En dat mag jij niet bepalen. Moeten we de sushi met stokjes of met vork? We moeten nu wel nog langer wachten en naar dit eten kijken voordat we mogen eten. Oké, we zetten even een timer, dan gaan wij even 5 minuten lang naar het eten kijken. De 5 minuten zijn voorbij, gelukkig. Maar ik hield het even niet meer. Dat hebben mensen gestemd. Ja, stokjes! Nice. Oh, gelukkig. Ja. Oh, ik heb ineens zoveel trek gekregen. Ja, ook. Ja, door die 5 minuten kijken. Naar die 5 minuten kijken heeft echt... Als je geen trek hebt, ga 5 minuten naar eten kijken. Ja. Zoveel trek. Oprecht. Dit is so really good. Wij gaan even lekker onze sushi opeten. En dan spreken we jullie zo meteen. Ik moet even... Zo. Ja. Nee, niet huilen. Niet weer huilen. Ik heb al 3 keer gehad vandaag. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En als je dat natuurlijk wil, hoeft natuurlijk niet. Maar ja, zouden wij wel fijn vinden. Leuk vinden als je het hoeft niet. Mag. Het is gratis. Dan zien we jullie hopelijk weer bij de volgende video. En voor nu, tot volgende week. Doei!